Beste interviewviewers, we gaan vandaag een kijkje nemen bij behandelingsgroep De Boei van Entrea. Ik zit hier met... Freek Salemink. En wat is uw functie hier? Ik ben groepsleider van jongeren van 12 tot 16. En er zitten hier 8 jongeren. Meisjes en jongens. En die ben ik aan het begeleiden. Wat voor jongeren wonen hier? Jongeren van 12 tot 16. Meisjes en jongens. Die gedragsproblemen hebben. Thuissituatie, te onveilig, geen structuur. Die komen hier op de groep. En met een hulpvraag. En die gaan we begeleiden. Voor een lange tijd kunnen ze hier blijven of tot... Dat verschilt per kind. Sommige jongeren blijven een jaar, sommige blijven 3 maanden. Dus echt welke hulpvragen ze mee binnenkomen, nou, en daar wordt naar gekeken. Daar wordt een behandelplan opgesteld en daar wordt gekeken hoe lang ze de hulp nodig hebben. Wat voor vragen zijn er? Dat is ook voor elk kind natuurlijk verschillend. Bijvoorbeeld, een kind heeft geen structuur, dus die gaat niet naar school, die staat niet op. Ze missen wat vaardigheden. Nou, dan komt het kind hier en dan hebben wij hier een dagprogramma en een vaste structuur. Dat we het kind weer naar school toe laten gaan, korte lijntjes met school, met eten, met taakjes doen. Ja, vaardigheden die ze, die jongeren van 12 tot 16 moeten hebben, die ze helaas nog ontbreken, maar daar samen mee aan de slag gaan. Waarom wonen ze op een groep? De jongeren wonen hier op een groep omdat thuis te onveilig is of geen structuur. Of ze hebben heel veel ruzie met ouders. Ik zit hier met Koen. En hoe oud ben jij, Koen? 14. En hoe lang woon je op De Boei? 3 à 4 maanden. En waarom ben je nou precies hier? Ik leer hier structuur aan en leren plannen en aan afspraken houden. Wat vind je van de groepsleiders? Krijg je genoeg ondersteuning? Ja, ze trekken ook met anderen 1 lijn en dat vind ik wel fijn. Dat niemand voorgetrokken wordt. Oké, dus jij vindt wel dat ze jou motiveren, zeg maar? Ja. Wat voor beroep wil je later gaan doen, Koen? Iets met ICT, met computers. Wat was je eerste indruk toen je hier kwam? De Boei. Niet leuk, maar na een tijdje valt er wel mee. Ik begin te wennen. En je kan met de rest van de jongeren kan je goed mee overweg? Kan je met ze opschieten? Ja, het gaat goed. Kan je hier gaan en staan waar je wilt? Als je goede afspraken maakt, dan kan je weg en dingen doen buiten de groep. En wat doe jij in het weekend? Dan ga ik meestal naar huis. Naar je ouders, zeg maar. Ja. En dan blijf je daar het hele weekend en dan maandag kom je dan terug? Of? Nee, zondag rond 8 uur ben ik binnen. Weer terug. Nou Koen, bedankt voor je tijd. Ik wens je veel succes verder. De jongeren zitten hier 24 uur. Slaapt u ook wel eens hier? Ja. Ik heb hier een eigen kamertje. Hoe lang duurt een slaapdienst? Van hoe laat tot hoe laat? We beginnen met de slaapdienst om 4 uur. Tot de volgende dag 00:30. Wij mogen van 4 tot 11:30 zijn we aan het werk. Om 11:30 gaan we slapen tot de volgende dag 06:30, 6 uur, 06:30. Dan staan we op en dan maken we het ontbijt in orde. Okay, maakt u ze allemaal eigenlijk allemaal wakker of worden ze vanzelf wakker? Ze hebben allemaal hun eigen dagplanning. Die maken ze elke avond. Daar zetten ze op hoe laat ze beneden zijn. We proberen zelfstandig op te staan. Maar ik begeleid ze, ik help ze erbij als het een keer niet lukt. Wat zijn ze nou precies aan het doen hier? Hier zijn ze de kaart aan het invullen. Elke jongere die heeft een kaart met hun eigen leerdoelen erop. Elke dag worden ze erop gescoord. En dan leren we het kind meedenken van, wat is er goed gegaan? Wat zijn de aandachtspunten? En zo leren we ze ook positief denken van, goed gedaan, complimenten geven.
Nou, wij staan nu hier bij de keuken. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar, mochten ze nou eigenlijk zelf koken? In principe wordt er elke avond gekookt. Om 5 uur wordt er gegeten door een gastvrouw die kookt. Jongeren mogen wel in niveau 3 zelf koken. En dan leren ze samen om inkopen te doen, snijtechnieken. Een soort kokkietraining heet dat. En dan moeten ze het ook presenteren aan hun andere groepsgenoten. Dus ja, naarmate ze hier zitten, kunnen ze op den duur zelfstandig koken. Dit zijn de taken. Elk kind heeft na het eten een taak. Dus zij eten om 5 uur, om 6 uur zijn we klaar. En om 6 uur kunnen ze deze taken gaan doen. En die worden gecontroleerd door ons. Hebben de jongeren ook hier therapie? Ze hebben verschillende, kunnen ze, ja, het ligt ook aan het kind, maar ze kunnen therapie volgen. Je hebt ook vaardigheidstrainingen, je hebt boktrainingen, boosheid onder controle trainingen. We bieden seksuele voorlichting aan, dat soort trainingen. Ja, hebben ze wel nodig natuurlijk. Ja. En wat voor huisregels hebben jullie hier? Dat zijn eigenlijk gewoon hele normale huisregels die ze thuis ook hebben. Op tijd opstaan, naar school toe. Ze hebben allemaal een daginvulling, ze moeten allemaal naar school. Respect bij elkaar, omgaan met anderen. Let op taalgebruik. Luisteren naar gedragsinstructies. Maar ook roken, zakgeld, op tijd naar bed. Als jongeren afspraken maken om naar buiten toe te gaan. Ja, als je zegt om 4 uur terug, dat je dan om 4 uur terug bent. Werken jullie ook met andere organisaties? Ja, we, hier op het terrein werken we met RBW en het Leo Kannenhuis. Leo Kannenhuis werken we ook kort nauw samen. Wij doen daar, wij gaan daar binnenkort muziekactiviteiten mee doen, sportactiviteiten. En Kristallis School zit hier. Hoe gaat het nou? Kunnen de jongeren zichzelf aanmelden of hoe kom je eigenlijk op de boei terecht? Je kan altijd bellen naar Entrea en met een hulpvraag. Daar zullen ze je doorverwijzen naar Bureau Jeugdzorg. En nou, daar komt het te liggen en dan kunnen zij weer contact opnemen met Entrea. Dus een hulpvraag, bellen, staat allemaal vrij. We hebben ook een site en telefoonnummers, dus dat kan allemaal. Beste interviewviewers, ik hoop dat jullie vandaag heel veel hebben geleerd over de behandelingsgroep De Boei. Adios!